Weet je, je ziet een skelet en hoofd. Ja, weet je, je bent al lang blijven voor iemand dat je iemand nog zijn lichaam nog vindt. Een bizarre vangst afgelopen week voor de vissers van de Texel 29. Ze troffen een lichaam aan tussen de pas gevangen vis. Net terug van zee doen zij hun verhaal. Ja, maandagnacht, rond een uurtje of 1 of zo, 1:30. Ja, in het begin zagen we nog niks. Er lag er nog vis overheen. En toen dan ga je alles het vis opdraaien, zo via de band. En ik stond hier precies aan het bandje. En ik rook al lucht. Ja, totdat het verder de band op kwam hier ook. Ja, toen zagen we dat het een lijk was. Ik hoorde de jongens dat we er een lijk erin hadden. Ik heb er zelf niet echt naar zitten kijken, want ja, het zijn dingen, dat zijn geen prettige dingen. Ik heb het wel gezien. Armen waren er al af. Benen waren eraf. Je zag wel de botten zitten. Zoals sommige dieren hadden echt wel zoiets van, die keken ernaar, die zeiden van, ik kan amper slapen ervan. Ik heb er niet zo heel veel moeite, maar ja, schipper er maar bij geroepen. Ja, die heeft er gelijk via kanaal 16 de reddingsboot bij geroepen. Toen is er s'nachts een reddingsboot aangekomen, om 4 uur was het voor mij. Nou, zodra alles gebeurd is, dat weg was, werden we gelijk west uit gaan vissen. Ja, en die box met vis, die kan je wegspuiten. Dat is helemaal dat is klaar. De identiteit van het lichaam is nog niet bekend. Voor de vissers telt vooral dat de nabestaanden eindelijk hun dierbaren terugkrijgen. Ja, voor de buitenzijnde van de mensen is het natuurlijk mooi dat we dat hebben gedaan en zo, dat gevonden heb. Want hieruit kunnen ze wel bepalen van wie het is en achterhalen. En dat is voor de buitenwereld is natuurlijk perfect en mooi. Ja.